Vandaag maandag was even een bijkomdagje van het weekend. Overigens de meest positieve manier bijkomen die je maar kan voorstellen. We hebben vrijdagavond de voorstelling gespeeld. Charlotte en ik, en Jeffrey was er ook bij natuurlijk, hebben we de voorstelling gespeeld in Oosterwijk. Je schrijft Oosterwijk, maar als je dat zegt word je doodgeschoten geloof ik. We hebben daar een geweldige avond gehad. Op het moment dat Charlotte opkwam, want zij komt zelf naar de piano toe, zij is de eerste. Ja, dan weet je het al, dan hoor je al aan de reacties. Deze mensen hebben er alle, nou dik 200 waard, hè, die hebben er allemaal gewoon zin in om er een leuke avond van te maken. En je moet echt je best doen om dat nog te verpesten. Nou, we hebben wel ons best gedaan, maar niet om het te verpesten. Dus het is een geweldige avond geworden. Nou, en twee dagen later, zondagmiddag, hebben we in de Cultuurschuur in Monster met de jaren 60 band gespeeld. Dus dan moet je compleet helemaal je kop omzetten. Een compleet ander soort voorstelling. Maar dat was ook vol, 60 man. Ja, het is een heel klein zaaltje, maar 60 man en werkelijk het dak ging eraf. En allemaal oude knarren ook. Ja, dat bedoel ik helemaal niet negatief. Maar allemaal mensen die het jaren 60 repertoire ook kennen. Dus je kan dan met die zaal gaan spelen van jongens, kennen jullie dit? En als ik dat en dat zeg, kunnen jullie het dan raaien? En meestal konden ze het raaien. Allemaal mensen van mijn leeftijd. Wat ik zeg, oude knarren. Dus kortom, twee voorstellingen die echt hartstikke leuk waren. Heel verschillend. Maar het gemeenschappelijke is het contact met de zaal. Dat je gewoon echt niet alleen maar iets af staat te draaien, maar echt iets staat te delen. Ja, jongens, dit is wat ik de komende 20 jaar, als ik zo lang nog heb, wil gaan doen in het vak. En alle andere klussen blijf ik ernaast doen, maar dit is waar ik voor leef. Nee, dagje bijkomen was helemaal geen probleem vandaag. Genieten, nagenieten was het.